Deze muziek is onder andere bekend als de openingstune van het Eurovisie Songfestival, die ieder jaar in miljoenen huiskamers te horen is. Na deze tune gaat het festival los. Volgens de organisatoren is het één groot muziekfeest. Dit jaar wordt het georganiseerd en gepresenteerd vanuit Congrescentrum Rotterdam Ahoy en uitgezonden all over the world. Een paar dagen staan helemaal in het teken van muziek. De muziek is divers en, tja, over smaak valt niet te twisten. Liedjes worden beoordeeld. Er wordt gestemd. Wie wordt de winnaar? Het is een spannend spektakel. Maar die tune van net, hè, die staat op naam van de Franse componist Marc-Antoine Carpentier. Die leefde van 1643 tot 1704. Het is de prelude, het voorspel op zijn Te Deum. Zeg je waarschijnlijk niet. Het Te Deum is een eeuwenoud muziekstuk. Het is een lofzang aan God. Echte feestmuziek. Carpentier gebruikte dit stuk omdat het Franse leger een veldslag wint. Ter ere daarvan componeert hij een muziekstuk dat nationale trots uitstraalt. Een muzikaal spektakel dat doorspekt is met blijde emoties. Mensen voelen zich blij dat God de dood heeft overwonnen. Ook de emotie van verdriet als de mens God smekend om hulp vraagt. Kortom, de tune van het Eurovisie Songfestival, de prelude op dit Te Deum, smaakt naar meer. Er zijn lijnen te trekken naar de muziekstukken in Rotterdam. Ook daar zijn de liedjes omgeven met spektakel. Sommige optredens zijn ruig en rauw. Anderen staan bol van gevoelige emotie. Het Te Deum straalt iets van het vertrouwen uit op de Franse koning en op God. Er zijn altijd mensen geweest die hun vertrouwen op God stelden. Mensen zongen liederen waarin ze God vroegen om hulp, wijsheid en kracht, vooral om vergeving van hun zonden. Trouwens, ook nu zijn er miljoenen op deze wereld die zingend en biddend kracht vinden in God. Hij maakt zich bekend in de Bijbel, het woord van God. Daarin lees je hoe Gods zoon de dood heeft overwonnen. Hoe mensen rust vinden in God. In de Bijbel wordt het mooiste songfestival aangekondigd. Het is een hemelse zanguitvoering van het Te Deum. Wij loven u, o God. Heb je belangstelling om mee te zingen? Om meer kracht, hulp of rust te vinden in je leven? Wij hebben het gratis boekje Een boodschap voor u, voor je klaar liggen. Waarin uitleg over enkele Bijbelboeken is opgenomen. Daarin vind je meer verdieping en uitleg over de thema's die ik net noemde. Heb je belangstelling voor het boekje of heb je behoefte aan een gesprek? App naar de Blijde Boodschap 06-23-82-77-98. 06-23-82-77-98. Of mail naar deblijdeboodschap@ggalexanderpolder.nl. Nogmaals, deblijdeboodschap@ggalexanderpolder.nl. Dank voor het luisteren, fijne dag en tot de volgende keer.